Politiek betekent werken aan oplossingen. Voor D66 is het van belang dat iedereen die vlucht voor oorlog en geweld asiel mag aanvragen. En dat betekent dat je voldoende plekken nodig hebt. Een maximum staat er eigenlijk haaks op, omdat de wereld continu verandert, er op sommige plekken oorlog is, waardoor er weer mensen op de vlucht gaan. Die mensen willen we kunnen helpen. En dat betekent dat we geen maximum stellen, maar dat we op basis van hoeveel mensen er naar Nederland komen, besluiten hoeveel gemeenten moeten doen. Nou, eigenlijk is het een beetje van allebei. Want we willen de gemeente gelegenheid geven om vrijwillig hun hand op te steken. En als ze dat doen, nou, als ze bijvoorbeeld 100 mensen zouden moeten opvangen en ze zeggen, nou, wij kunnen er best 150 of 200 opvangen, dan krijgen ze daar een vergoeding voor waar ze iets mee kunnen doen in hun dorp of in hun stad. Maar uiteindelijk moeten alle gemeenten meedoen. Alle gemeenten moeten hun verantwoordelijkheid nemen in het opvangen van asielzoekers als we niet voldoende plekken hebben. En dat betekent dat we ook uiteindelijk een stok achter de deur nodig hebben. We willen niet alleen zorgen dat de problemen in Ter Apel nu worden opgelost, maar eigenlijk ook dat we een permanente oplossing krijgen voor de hele asielketen. Voor al die opvang die nu zo beroerd eraan toe is. We hebben allemaal deze zomer de beelden gezien uit Ter Apel. Ik vond het verschrikkelijk om te zien. Dit is niet de manier waarop we in Nederland met asielzoekers willen omgaan. De politiek was aan zet en dat heeft lang geduurd. Maar nu ligt er eindelijk een wet voor de spreiding van asielzoekers over alle gemeenten in Nederland.